Ja, Johan van den Hout, dat moet pijn doen, hè, als je dat zo ziet liggen in de Brabantse. Ja, dat hoort daar niet thuis. Nee. Ik had nog een paar stellingen waar ik ook een korte reactie op wil. Het gaat niet per se over dit onderwerp. Ik zou nog wel eens in een echt linkscollege willen zitten. Ja. Zonder VVD en al die rechtse partijen. Ja, dat zou wel van aan de Maas. Ja. Dan zou er tenminste echt eens iets veranderen in Brabant. Dat doet het nu ook, hoor. Maar dan zou het misschien weer een andere kant op gaan. Ja. Of iets harder gaan of zo. Ja. Over 10 jaar is de natuur in Brabant mooier dan nu. Absoluut. Ja. Zeker weten? Zeker weten, ja. Maar ik maak me wel zorgen over die chemische troep van de drugscriminelen. Ja, daar moeten we over 10 jaar echt wel vanaf zijn. Ja. De grootste bedreiging voor de Brabantse natuur zijn toch de boeren? Ja, niet zozeer de boeren, maar wel hun productiewijze. Ja, dat moet echt iets veranderen. Dat doen die boeren, hè? Ja, nu doen ze het zo. Ze kunnen het ook anders doen. Dus het ligt niet aan de boeren, maar aan de manier waarop ze boeren. Ja. Ja, nou, dat is een nuance. Ja, dat is een belangrijke nuance. Ja. Ja, maar eigenlijk is dat nog erger dus dan wat die drugscriminelen doen. Ja, dat is op veel grotere schaal. Dat is echt, ligt een stikstofdeken over Brabant heen die bijna alle werken wat we in de natuur doen. Het is dweilen met de kraan open. Dat zit in de lucht, die stikstof. Hè? Het komt uit de veehouderij, het verspreidt zich door de lucht en het valt neer op natuurgebieden en doet daar teniet al het beheerwerk wat we daar doen. Ja. Laten we het eerst even over die. Komen op die boeren straks nog wel even te spreken. Maar die drugscriminelen, die gooien dat neer. Ja. Het principe is de vervuiler betaalt, maar dat lukt in dit geval niet. Nou, dat is ook niet het principe, dat is wel de hoop. Dat is meer de hoop. Ja, het principe is, althans juridisch, is de eigenaar betaald. De toevallige eigenaar van het stukje grond. Je wordt 's ochtends wakker met zo'n gifdump in je achtertuin. En dan ben je plotseling als eigenaar ook nog eens verantwoordelijk voor het opruimen daarvan en voor de kosten daarvan. En dat is niet een paar honderd euro? Nee, dat loopt echt in de tienduizenden euro's. Ja. En als de vaten gaan lekken en het leidt tot bodemfrontreiniging, dan kan het helemaal de spuigaten uit. Dus of het nou een boer is met een akker of een Brabants landschap met een natuurgebied, zij draaien daarvoor op? Zij draaien daarvoor op, ja. Dat is nog steeds zo? Ja, juridisch is dat nog steeds zo. Gelukkig hebben we inmiddels met het Rijk afspraken kunnen maken over een subsidiefonds waaruit we de helft van de kosten kunnen vergoeden. Eigenlijk moet dat 100% zijn wat mij betreft, want mensen vragen niet om dit afval in hun tuin. Maar het is al iets, ja. Ja. Jullie hebben lang geleden al gepleit voor, er wordt geld afgepakt van criminelen. Gebruik dat nou ook om die rommel op te ruimen? Maar daar willen ze niet aan in Den Haag, hè? Nee, daar willen ze niet aan. Dat geld gaat namelijk naar de minister van Financiën en die blijft daar bovenop zitten. Ja, ja. Terwijl wij denken, ja, de vervuiler zou moeten betalen. Dus dan moet je ook dat geld, dat criminele geld, gebruiken om die vaten op te ruimen. Nu gebruiken we ander geld van het ministerie van INM, wat ook weer ergens anders weggehaald is. Dus. Ja, ik zei net al, er wordt een kabinet geformeerd nou. Ja. Nu, wat zou je van het nieuwe kabinet verwachten in dit opzicht? Hoe kunnen zij Brabant helpen met dit enorme probleem? Ja. Nou, op verschillende manieren, denk ik. De subsidieregeling uitbreiden naar 100% vergoeding, dat zou... Meer geld. Meer geld. Nou, meer geld. Er is nu voldoende geld, we krijgen het niet eens op. Dus er is ook ruimte om het uit te breiden naar 100% vergoeding. Dat zou een goed begin zijn om de last voor die eigenaren te verlichten. Het steunen met name van meer politie en meer aandacht voor en meer geld voor de taskforce Brabant-Zeeland. Dat zijn de mensen die de boeven vangen. Zij zijn verantwoordelijk voor het oppakken van deze criminelen. Ja, als je deze cijfers ziet, dan gaat dat niet zo hard, hè, kennelijk, om die boeven op te pakken. Ja, dat gaat steeds harder ook, gelukkig. Maar er komt ook steeds meer afval, dus dan denk ik, er wordt nog steeds heel veel geproduceerd. Dus De markt trekt aan, zoals het dan heet. Er is meer vraag naar ecstasy wereldwijd. En vanuit Nederland exporteren we dat goedje. Dus dan neemt ook de productie toe en neemt ook het afval toe. Ja, dus ze pakken boeven op, maar er komen ook steeds meer boeven bij eigenlijk. Het is het kat-en-muisstel spel wat bij elke vorm van criminaliteit het geval is. Ja. Dus dat, meer geld voor de taskforce, nog meer wensen voor het kabinet? Iets wat we zelf kunnen doen en waar we ook al mee bezig zijn, is het model wat we in Brabant hebben ontwikkeld om ogen en oren in het gebied te krijgen. Voor te zorgen dat iedereen die in het buitengebied werkt, boswachters, boa's, politie, maar ook gewoon burgers, alert zijn op dingen waar ze op kunnen letten. Met betrekking tot drugslaboratoria of dumpingen. Nou, dat moeten jullie regelen hier in Brabant. Dat kan het kabinet toch niet? Nee. Dat hebben we ook in Brabant goed geregeld. En we zien nu, en dat is iets wat we... het kabinet zou kunnen ondersteunen dat andere provincies dat over gaan nemen. We hebben laatst in Gelderland meegedaan aan een programma Weerbare Overheid in Gelderland. Die zien dat zij meer drugsdumpingen krijgen nu wij ze harder aanpakken.
En die nemen onze manier van werken over om zich daartegen te weren. Nou, die manier van werken uitrollen, daar zou het kabinet ook nog in kunnen ondersteunen. Ja. Ik denk, nou heb ik de provinciebestuurder van Natuur, dus dan moeten we het ook maar meteen even over die mest hebben. Want dat was deze week ook in het nieuws. Ja. 30-40% van de mest wordt gewoon illegaal op het land gegooid. Ja. Ja, op zich is dat niet nieuws. En dat is misschien nog wel het ergste nieuws. Dat het geen nieuws is. Je wist het al? Ja, iedereen wist het al. En ook de inspectie weet dit. Het is alleen moeilijk om... Want ook dit is een criminele activiteit. En het is niet eenvoudig om daar de vinger achter te krijgen dan bij die drugsdumpingen. Maar dat zijn gewoon boeren, toch, die dat doen? Die gewoon iets niet in de boeken schrijven en het op hun land uitrijden. Ja, maar je moet het maar net zien gebeuren. En het Brabantse platteland is erg groot. Je kunt niet overal camera's ophangen. Waarom is het erg als die mest verdwijnt in het milieu? Waarom is dat erg? Nou, dat is precies wat ons milieu aantast. De spul zakt door naar het grondwater. Dat verspreidt zich over Brabant. Daar halen wij ons drinkwater uit, wat nu nog bronwaterkwaliteit heeft. En het verzadigt natuurgebieden met voedingsstoffen, terwijl een natuurgebied juist schraal hoort te zijn, als het ware. Dus het doet al ons natuurwerk teniet. Het is dweilen met de kraan open. Toch zei je net, over 10 jaar is de natuur mooier. Ja, absoluut. Bijvoorbeeld omdat er dieren in leven die er nu nog niet leven. We hebben onlangs het edelhert weer toe kunnen voegen aan de Brabantse natuur. Ja, ja. Moeten we het van dat soort dingen hebben? Niet alleen dat. Dat zijn echte iconen die belangrijk zijn. Ik denk dat elk beleid een icoon nodig heeft. En we zien nu al dat de aanwezigheid van wiesenten en nu ook edelherten, dat extra mensen naar het gebied trekt die dat willen zien. Nou ja, er zijn ook mensen bang, hè, van wiesenten en edelherten. Ja, maar dat hoeft niet, want die zitten in een afgesloten deel. Je komt er gewoon niet bij. Dus althans, bij de edelherten kun je wel bijkomen in het gebied. Je kunt op die paden lopen. Daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Wiesenten ook niet. Die zitten maar achter, is het niet toch een beetje cosmetisch? Als de natuur verrot gaat door mest en drugsafval en ondertussen zetten we daar een mooie edelhert neer. Ja, dat schiet eigenlijk niks op, toch? Als dat het enige was wat we zouden doen, dan zou dat absoluut symboolpolitiek zijn. Maar dat is niet het geval. We steken erg veel geld en effort in het uitbreiden van ons natuurnetwerk. Steeds meer gebieden die ontwikkeld worden tot natuur. Gebieden die aaneengesloten worden. Dus we hebben allemaal eilandjes natuur. We proberen die met elkaar te verbinden, zodat de biodiversiteit ook echt alle kanten op kan. En dan past het ook om daar zoiets als een edelhecht in te zetten. Overigens heeft die ook wel degelijk ecologisch nut. Hè? Want hoe dat beest in die bossen graast, dat doet echt alleen een edelhecht zo. Dat kun je niet met een koe of met een paard of met een machine laten doen. Als we deze natuur, die oorspronkelijk Brabants is, willen hebben en behouden, dan moeten we daar ook die oorspronkelijke beesten voor inschakelen.